Ik weet niet wie zijn idee het was om mij tegen Mario en Luigi te zetten. Maar, ik heb wel eventjes nagedacht, want ik had een tag team partner nodig. En ik heb dus een partner gehad. Ik had Dr. George Maddelsen. Maar ja, die was eigenlijk iets te hoog geschoold. Dat was niks voor mij. Nou, en dan hadden we Axel Star. Nou, te dom om te poepen als je het mij vraagt. Dus toen dacht ik, ik moet verder kijken dan alleen Nederland. En toen was er eigenlijk één iemand die er voor mij een beetje uitstond. En dat is het enige goede wat Canada ooit gebracht heeft. Dames en heren, Brett Alexis! Scotty, are you ready to kick some ass of men who do not like pineapple on pizza? Een tag team wedstrijd waar we vandaag mee openen. Ongelooflijk Scotty Valentine. Sexy Scotty Valentine. De zelf uitgeroepen meest sexy man van Nederland. Samen met Brad Alexis. En wat een ongelooflijk... Sexy man van Europa, Dragon! Mijn excuses, de meest sexy man van Europa. En de meest sexy man van Canada! En de meest sexy man van Canada! Oh, maar we hebben hier ook de twee meest sexy mannen van Italië. Italian Dream en Deimos! Een enorme culinaire strijd hier tussen de Italiaanse en Nederlandse keukens. En de match is begonnen. Oh, en twee ongelooflijke atletische manoeuvres van deze twee heren. Oh! Brad's bird. Kom op, Brad Alexis! Twee super atletische mannen. Oh! En Alexis wordt neergehaald. En de Italian Dream. Met een ratslag. Springt eroverheen. Oh, en hij ging daar voor de hiptas. Maar Deimos... Oh, en hier Brad Alexis wordt in de lucht gegooid. En hier, waar gaan ze hiervoor? Oh, een single headlock takedown. Wordt in de leg scissors overgenomen. Hier, Brad Alexis komt eruit. Pakt zijn tegenstander hier vast. En hoppatee. Ongelooflijk. Oh, en een dab. Ongelooflijk, dames en heren. Wauw, terug naar 2020. Hey, ik breng ons even terug naar 2022. En we gaan nu terug naar de meest sexy man van Europa. Hier komt de meest sexy man van Europa en een van de meest sexy mannen van Italië. We gaan hier zien... Scott natuurlijk hier met de Mario Luigi opmerkingen. Maar twee hele geliefde videogamefiguren van Nintendo. Oh! Deimos met de push-ups. Moet je kijken, kijk eens naar die vorm. Dat ziet er toch wel heel makkelijk uit. Het is perfecte vorm, ongelooflijk. Ja, wat gaat Scott doen? Oh, Scott... Je ziet, Scott durft de push-up challenge niet aan. Nee. Hij durft de push-up... Oh! Oh! Oh, en een slap! Oh, wat een disrespect van Scott. En een single leg dropkick! Ongelooflijk, Scott hier. Grote back, maar dat geeft natuurlijk ook een groot doelwit. Hier met een vliegende shoulderblock. Wat is dit? Oh! Italian drop. Max Klein, als jij moet kiezen tussen stampot en pizza, welke keuze maak je dan? Voor deze match kies ik pizza. Prachtig, nou ik ook. Terwijl de vals werd gespeeld door Brad Alexis met zijn knietje in de rug van de Italian Dream. En hier we zien de scheidsrechter bezig met Deimos die de ring in probeert te komen om zijn tag team partner te helpen. Maar terwijl... Oh, Scott en Brad met z'n tweeën! Maar de scheidsrechter moet zich omdraaien. Het valspelen is weer begonnen. Oh, Deimos probeert hier de ring weer in te komen. De scheidsrechter houdt hem tegen. Dit is goed scheidswerk. Maar het mag natuurlijk niet 2 tegen 1 zijn. Langer dan 5 seconden nadat er ingetagd is. Niet wetende dat er net door het andere team ook heel veel werd uitgespookt. Maar dit is natuurlijk de ervaring van Scott in tagteam wedstrijden. Voormalige tagteam worstelaar samen met voormalig partner en voormalig kameraad Axel Star. We hebben natuurlijk superveel challenge gehad voor de titel. Net niet gewonnen. En dat zie je terug in de bewegingen. Ja, absoluut. Samen hebben de Sexy Stars nooit de titel gewonnen. Scott gaf hiervoor Axel Star de schuld. Terwijl Brad Alexis inmiddels de legale man is van hun team. Oeh, hij heeft heel dure schoenen. Max Klein, zijn schoenen kosten $500. Hoeveel kosten jouw schoenen? Ik blijf hangen op 150. Oh! Maar je moet ook wel heel veel geld hebben om met schoenen van €500 de ring in te gaan. Ja. Oh nee! Die worstelaars zijn ook heel duur. Denk jij dat wij vanavond nog een push-up gaan zien van Sexy Scotty Valentine? Tja, misschien als hij zijn tegenstander de ring in het midden van de ring heeft en een pin doet met een push-up. Nou. Maar wat is dit? Deimos probeert de ring in te komen, maar er is geen tijd geweest. Maar ondertussen werd achter de rug van de scheids omgeklapt. Oh! Dus de scheids was afgeleid door Deimos. En een kopstoot tegen de babymaker. Nou ja. Nou ja. Twee ongelooflijke hammerblows tegen de rug van Italian Dream. Deimos hier, met de trots van zijn land, van Italië. Roept pizza, pizza. En een hele harde elleboog tegen Deimos aan. Oh, Scott, kom uit de touwen. Dat is... De scheidsrechter moet nu tot 5 tellen. Als Scott niet de touwen loslaat voordat hij tot 5 heeft geteld, is Scott uitgeschakeld. Dat Scott weet dit en maakt hier gretig gebruik van. Hier komt de pin, helaas maar 2. Wat moet Scott doen hier om te winnen? Deimos moet de Italian Dream in het spel gaan brengen. Want in zijn eentje gaat hij het niet redden tegen de 2. En het publiek gaat los. En Brad Alexis gaat omhoog. En wat omhoog gaat moet naar beneden. Oh! Double axe handle, dat is mijn favoriete move. Hier, Italian Dream reikt naar zijn tag team partner Deimos. Ik moet zeggen, Italian Dream, hij geeft niet op. Het is net 5 minuten lang op hem ingehamerd. Maar het vuur zit in de oven. Gaan ze nog een keer voor de double suplex. Oh! Brad Alexis zegt dat het hierover is. We gaan zien of dit de waarheid is. Hier in de double suplex. Gaan ze een double brainbuster doen? Uh-oh. Oh, Deimos. Italian Dream vecht terug. Waar vindt hij de kracht vandaan? De Dream vecht terug. Oh, hij komt terug, komt hij eruit? Oh, verstopt. Hij is er nog niet. Hij is er nog niet. Chop, punch, chop. Oh, Scott mist de knop. Oh, raakte bijna Brad Alexis. Tegen Deimos. En there's all your dream. En Scott staat in de ring. Oh, crossbody. Flying crossbody van de bovenste touw. Oh, hier, Deimos weer in de ring. Samen met Scott Valentine. Brad Alexis is uitgeschakeld. Oh. En ongelooflijk. Wow. En nu krijgen we de... Oh, zo'n gevaarlijke Italian Dream. Is het echt? Oh! Een dropshot. Ongelooflijk, is dit nou die Italiaanse stijl waar ik zoveel van gehoord heb? Oh! Scott. Mamma mia. Net geen 3. De klappen vliegen in het rond. Het vuur zat in de oven. Hij was heet genoeg. De pizza is eruit ingedaan. De pizza is nu aan het bakken. Hier, de dubbele. Oh, de tos. Oh, wordt omgedraaid. Oh, we gaan weer zien. Oh, bubble! Wat een ongelofelijke move. Een soort modified hip toss slam. Dit gaat het zijn voor Scott. Het kan niet anders. Hier, double team. Luther Spence in de touwen. Het publiek zit erachter. Het publiek komt hier. Een soort 619. Hier in de ring. Italian Dream. Oh, de ace cutter. Dit is het voor Scott. Dit wordt de 3. Gaat hier binnen. Maar dat de pizza cutter. 1, 2. En opgebroken door Brad Alexis. Ongelooflijk. Dames en heren. Als Brad Alexis niet had ingegrepen was dit sowieso de 3. Maar Scott is in gevaar. Italian Dream laat hier weten dat hij er klaar mee is. Hier, Brad Alexis weg. Tegen Brad Alexis. Oh, Scott tegen de ref. Scott raakte de ref. Hier de small package. Niemand kan ingrijpen. Nee. Oh! En de match is hier begonnen. De eerste wedstrijd aan de tweede helft van deze show hier vandaag in Fluor hier in Amersfoort. De twee heren Zafar Amin en Barong Chong. Hier met de lock-up. Chong hier met de belly-to-back waistlock. Zafar Amin trapt op de tenen van Chong. Chong laat los en Zafar Amin zit hier nu in de waistlock. Draait hem om in de headlock. Oefent controle en gewicht uit op Chong. Maar het publiek hier in Amersfoort staat ferm achter Chong. Chong neemt hier de headlock over. Prachtig gezien hoe deze twee heren hier goed tegen elkaar gewaagd zijn. Headlock na headlock. Headlock wordt gecounterd hier in een soort wristlock. Een wristlock takeover. Zafar Amin hier in controle. Hierbij wordt druk uitgeoefend op de pols van Chong. Maar Chong pakt met de touwen. Hij komt hier met de counter. En de Barong voelt de boogie. Chong voelt hier het publiek. Het demon binnenin Chong komt hier naar buiten. Vroeger worstelde hij hier als Young Bunny Chong. Is dit een... Oh! Oh! Max, Zafar ging hier voor een handdruk. Een teken van respect. Dit is precies hoe we Zafar kennen, als een valspeler. Ja, zo hebben we Zafar Amin hier vaker gezien. Naar buiten toe. Doet hij braaf. Doet hij alsof hij zich aan de regels houdt. Maar ondertussen. De scheidsrechter moet gewoon tot 5 tellen. Ik weet niet waarom de scheidsrechter tikt op de schouders van Zafar Amin. Maar Zafar Amin weet dat hij tot 4 tellen heeft om los te laten. Bij de 5e tel zou hij namelijk gedisqualificeerd worden. En hier, Zafar Amin gebruikt royaal. Royaal als een prins maakt hij gebruik van de regels hier. Chong vecht hier terug. De Barong is neer. De Barong is neer. Oh, wat is dit? Zafar Amin. Zafar hoort hoe het publiek achter Chong staat. En gebruikt dit gewoon als een soort van uitlokkerij. Hij richt Chong zijn gezicht richting het publiek, zodat zij kunnen zien hoe hij hem wurgt. Oh, en een trap tegen Chong aan. Ja, Zafar Amin maakt hier zich niet een publiekslieveling mee. Trappen, stomps. Hier van Zafar Amin. Oh, en hij geniet hiervan. Met dit langzame geklap laat hij weten dat hij het publiek niet nodig heeft. Maar schrijf Barong Chong nog niet af. Nee, dat zie ik hier met die jawbreaker. Tom Barong Chong, zoveel ervaring opgedaan in binnen- en buitenland, kampioenschappen gewonnen. Oh ja, Chong is een Grand Slam kampioen hier in PWA. Maar na vandaag. 2 tellen. Na vandaag kan Chong niet officieel de Grand Slam kampioen in PWA meer zijn. Dat betekent dat hij alle titels heeft gehouden hier in deze promotie. Want we krijgen natuurlijk een vrouwentitel erbij en daar mag Chong niet van meedoen. Publiek, laat hier horen dat ze Chong willen zien. Oh! Zafar Amin gaf als antwoord daarop een chop tegen Chong. Chong gaf er een terug. Maar laten we niet te kritisch zijn op Zafar. Naast het feit dat hij vies speelt, officieel doet hij alles nu volgens de regels. Officieel wat hij nu doet, is volgens de regels. Hij doet er lang over hem los te laten, maar dat is binnen de perken. En Zafar natuurlijk ook iemand die heel erg veel ervaring heeft, vooral in Hongarije. Minstens 10 jaar ervaring. Nu sinds een tijd in Nederland. Deze man hier uit Arabië. Met de bicycle kick. Nee, dat is een crescent. De crescent moon van Zafar Amin. Chong hier, up en over, naar de apron. En dit is wat Chong super snel en behendig is. Oh! Wat een clothesline. Barong hier, de veel atletischere van de twee, de snellere van de twee. Dames en heren, laat je horen voor Barong Chong. Oh, cannonball! We hoorden natuurlijk in het publiek nog een keer. Dit was net niet genoeg, maar Chong dacht van wel. Misschien als hij het nog een keer geraakt had, dat het had kunnen zijn. Maar wat moet Chong doen om deze wedstrijd nog te winnen? Hij werd net op hem ingehamerd. De hele wedstrijd werd op Chong ingehamerd. Wat moet hij doen? Barong Chong, om nu het demon in zichzelf op te roepen, gaat hier voor de voormalige Cash Money Slam, nu de Barong. Het ding is, Zafar blijft liggen als die echt niet meer kan bewegen. Gaan we hier voor de... Oh, de Mirage Kick! Als een... Zafar Amin noemt die scissors kick een Mirage Kick. Omdat zodra jouw hoofd met die trap de mat heeft geraakt, ga je maar hallucineren en zo. Maar Fata Morgana zien. Zafar Amin neemt Chong op de schouders. Chong vecht eruit. Zafar Amin rent op Chong af, maar Chong countert dat. Een tegenaanval met zijn elleboog. Oh, Chong spijkt hem met de crossbody. Nu wordt hij opgetild door... Oh! Nee, dat is niet de TKO. Dat moet het zijn. Dat noemen ze. Oh. Dat noemen ze niet de TKO, dat was de Zafar's Curse. Dat is zijn vloek. De Sahara-bom. Oeh, de vloek uit de Sahara. Nee, de Sahara Driver is een soort package pile driver, Max Klein. Gaan we die nog zien? Want als Zafar Amin hier de Sahara Driver weet te raken, dan is de match klaar. Als Chong komt met de Barong Slam, dan is het een heel ander verhaal. Maar hoe het er nu uitziet, Zafar staat en Chong ligt. Ik leg mijn vertrouwen in Zafar deze match. Zafar ziet er fit uit. Chong heeft toch veel te lijden. Hij gaat hier voor de Zafar's Curse, maar Chong rolt eruit. Oh. Chong hier. Barong Slam! Oh. Dit is jouw moment. Barong Chong. Blijf er bovenop. Barong, jouw moment. Hey. Snel. Hier. De crossface. Moet het zijn. De unlock. Is dat het dan? Nee. Oh. Wordt doorgedraaid. En hij gaat door. Te dicht bij de touwen. Dicht bij de touwen. Benen onder de touwen. Benen onder de touwen. Oh. Het is apartheid. Het is apartheid. Young Bunny Chong wint met de Amok Crossface. Jullie winnaar Tom Barong Chong. Laat hier horen dat ze achter hun kampioen Jurn Simmons staan. We gaan gelijk naar de collar en elbow tie-up. De Lancashire Catches Can style zien we hier. Waarschijnlijk komt dit door de uit Cardiff Wales afkomstige Danny Jones. Danny Jones heeft natuurlijk geworsteld over de hele wereld. Een wereldwijd bekende worstelaar, maar Jurn Simmons ook. Twee zwaargewichten, twee Europese zwaargewichten. Twee heren die beide een variatie gebruiken op de piledriver als finish. Ah, ik zie dat het publiek, een deel van het publiek toch achter Danny Jones staat. Maar een groter deel staat achter Jurn. Hier weer. Met de collar en elbow tie-up. En in de touw, welke van deze heren is sterker? Twee power gasten. Oké, Max Klein. Twee grote gasten, twee power wrestlers. Twee mannen die de piledriver gebruiken als finish. Wat is het verschil tussen deze twee heren? Ik denk dat het verschil zit in de ervaring. Ervaring? Ja, ik denk dat Jurn sowieso binnen Pro Wrestling Holland heel veel meer ervaring heeft. Hij wil zijn titel niet kwijt. Ja, maar kijk wat Danny Jones zegt. Hij zegt, volgens mij zei hij iets van, ik zit in de touwen, het moet uitgehaald worden, scheidsrechter, doe je werk. Ik heb zelfs niks illegaals gezien, maar dat was natuurlijk een elleboog tegen de nieren. Een soort kidney shot. Natuurlijk is dat niet illegaal. En dit is ook niet illegaal, maar het is niet netjes. En... Nou, hij schuurt, Danny Jones schuurt hier met het bot in zijn voorarm, zijn onderarm tegen het gezicht van Jurn. De enige reden om dat te doen is om meer pijn aan te brengen op Jurn Simmons. Oeh, als ik zo kijk naar de heren, ziet Jurn eruit als de iets sterkere worstelaar. Iets meer een power worstelaar. En wat ik zie van Danny Jones, hij is iets meer de technicus, maar wel sterk. Kunnen we stellen dat de eerste die de piledriver raakt, ook wint? Dat is een goed punt, maar ik zag Jurn net vliegen. Dus misschien hoef je niet eens daartoe te komen. En het lijkt mij, als je die eenmaal raakt, dan sta je niet meer op. Oh. houdt in. 10 stompen tegen het hoofd van Danny Jones en hij knalt hier op zijn knieën. Jurn Simmons neemt zijn tijd. Dit is zijn moment, hij geniet. Moet hij in de lucht? Midden in de ring, Danny Jones. Moet hij omhoog? Nou, tijd voor een stallertje. Oh! Wat een kracht! Tilt hier een map al 105 kilo boven zijn hoofd. Recht naar beneden. Jurn Simmons hier met twee tellen. 2 tellen was niet genoeg. Zo'n ongelofelijke stalled vertical suplex. Denk je dat Danny Jones dat ook bij Jurn kan doen? Nee, dat geloof ik niet. Jurn ziet er zo 20 kilo zwaarder uit dan Danny Jones. Dus jij vertelt tegen mij, ja, Danny Jones is wel iets langer natuurlijk. Oh, gaan we hier voor de power-driver? Nee, Danny Jones weet wat er komt. Als zelf al gebruik van de power-driver. Jurn, kan het hier zijn in de touwen? Oh, en Danny Jones met elleboogjes tegen de zijkant. Oh, de scheidsrechter telt tot 4. Hij heeft natuurlijk tot 5. Danny Jones heeft tot 5 om los te laten. Oh, en hij is uit de ring, maar de scheidsrechter moet opnieuw tellen. Disrespect. Disrespect, dames en heren. Dat is niet sportief. Hier, Jurn Simmons wordt in de touwen gehoord. Er wordt met hem gespeeld als puppy. Nou, dat was natuurlijk niet genoeg. Het gebeurt niet vaak dat we Jurn zo vaak op de grond zien. Nou ja, Max, je hebt gelijk. Je had het net over de ervaring binnen PWA. En ik denk inderdaad dat Jurn iets meer ervaren is in de worstelscène hier. Als Danny Jones wat meer ervaring had, had hij geweten dat een worp in de touwen niet genoeg was om Jurn neer te hebben voor 3 tellen. Danny Jones hier, heeft Jurn op de grond en komt hier met neerwaartse elleboogaanvallen tegen Simmons. Oh! Danny Jones, beide voeten aan weerszijden van Jurns hoofd, draait met ongelooflijk momentum in het rond. De scheidsrechter checkt Jurns nek, checkt of het allemaal in orde is. Danny Jones trots in de ring. Danny Jones, kijk hem. Oh, hij is trots. Hij zit te lachen. Een snelle suplex hier van Danny Jones. En dan krijgt Danny Jones hem toch de lucht in. En wat zegt het publiek? Dat mogen wij niet herhalen. Nee. Op de microfoon. Danny Jones slaat... Oeh! We hadden het net over Lancashire-style, catch as catch can. Hold-based scientific wrestling. Maar dat was een vingerbreuk. Daar is niks scientific aan. Daar is niks wetenschappelijks aan. Dat is gewoon puur het berokkenen van pijn richting... Oh, gaat hij voor de paaldriver? Hij gaat voor zijn paaldriver. Dan kan het klaar zijn, nee! Harder staan, maar Jurn weet... Oh, gewoon klap van Jurn Simmons. De Friese moker. Oh. Hij laat hier zien, he's got that dog in hem. Binnenin elke Jurn zit natuurlijk een enorme bulldog. En die komt hier naar buiten. Terwijl Danny Jones op zijn hoofd... Oh! Is het altijd? Ja, daar gaan we. Oh! De scoop. Hij slamt Danny Jones. Niet genoeg, niet genoeg. De Kingslayer Jurn Simmons hier in een lastig parket. Want op dit moment is hij niet de Kingslayer, hij is de king. Hij is de kampioen. Hij heeft niks te bewijzen behalve het feit dat hij niet te verslaan is. Wat een frustratie moet er nu in hem zitten. Wat moet hij doen om Danny Jones neer te krijgen? Jurn wil niet verliezen, kan niet verliezen. Jurn signaalt naar het publiek, tijd voor zijn paaldriver. Tijd voor de Kingslayer paaldriver, maar Danny Jones ziet hem aankomen. Rolt Jurn hier. Dat is hem. Niet genoeg, niet genoeg. Danny Jones, oh, superkick van Danny Jones. Ongelooflijke worp hier. Danny Jones, wordt hij de nieuwe kampioen van Pro Wrestling Holland? Nee. Danny Jones, uiteraard worstelaar bij NXT UK toen dat nog bestond. Tegenwoordig is dat opgegeven en gaat over naar een nieuw project. Maar Danny Jones, een van de top worstelaars die we hier hebben in Europa. Wat een uitdaging voor Jurn Simmons. Oh, en hij, Danny Jones wil zelf gaan voor de piledriver. Dames en heren, we weten natuurlijk dat de piledriver, zijn variatie op de piledriver, is ook Danny Jones zijn finish. Hij haakt de armen van Jurn Simmons onder zijn lichaam langs. En dat is het verschil tussen de manoeuvres. Oh, en de rolling spear van Jurn Simmons. Is dat... Jurn Simmons heeft zoveel mensen voor 3 tellen op de grond neergehaald met zijn rolling spear. In PWA, in WXW, in Amerika, in Engeland, overal ter wereld. Dames en heren, deze 2 heren zitten nu beide op de grond. Beide uitgeput. Kan deze scheidsrechter wel tot 3 tellen? Hij kan zeker 2,5 tellen. Jurn staat hier als eerste op de voeten. Nou, daar lees ik uit dat Jurn iets meer energie heeft van de 2. Hij weet wat hij moet doen. Hij moet de piledriver raken. Als Jurn de piledriver... Hij ging voor de piledriver Danny Jones. Maar toch, had toch meer energie in de tank dan we voorheen dachten. Hier, Danny Jones gaat hier voor... Oh! Een suplex over de kant. Nee, nee! 2! Danny Jones kan niet geloven dat het weer 2 was. Ik ben toch onder de indruk van Danny Jones. Ik wist niet van tevoren hoeveel ervaring hij had. Maar ik dacht dat hij neer was. Ik dacht, hij gaat weer voor de piledriver. Ik dacht dat hij neer was. Maar hij speelde moe, want toen Jurn Simmons eraan kwam, kroop Danny Jones met een snelheid onder Jurn zijn benen door. Ik heb hem eerder gezien en ging gelijk voor zijn move. En ik word de piledriver van Danny Jones. Oh, en nu Jurn speelt voor de piledriver. Maar is die steek genoeg? Er zijn 2 enorm grote en enorm... Danny Jones voor de piledriver. Oeh. Hier zien we de klap. Het is counter na counter na counter. Uiteindelijk zal het hier om draaien. Wie heeft meer uithoudingsvermogen? Wie heeft meer kracht? Beide heren geëvenaard in kracht, geëvenaard in snelheid, geëvenaard staan even hoog op technisch niveau. Jurn Simmons sterk, maar technisch goed. Danny Jones technisch goed, maar sterk. Een strijd van titanen. Oh, en de consigliere. Oh, de bal! Dat moet hem zijn. Daar!